Hallo allemaal, wij zijn Michelle en Florian. En de komende weken gaan we jullie meenemen in ons trainingsschema in aanloop naar de Amsterdam Marathon op 16 oktober. Ja, en voor de eerste aflevering staan we in Amsterdam bij de Bosbaan, waar we Paralympisch roeier Alexander van Hoek gaan interviewen. En we gaan kijken of hij trainingstips voor ons heeft. Oké, doe maar op. Ik ga in ongeveer 5 minuten, hoop ik iets minder, 1000 meter heel hard roeien. En proberen om daar zo snel mogelijk in ieder geval voor de rest over de finish te komen. Cool, en kan je iets vertellen over je trainingsweek? Hoe ziet die eruit? Wat voor trainingen doe je allemaal? In de gemiddelde trainingsweek over het afgelopen jaar, afgelopen jaren eigenlijk, bestaat voornamelijk uit duurtraining. Dan gaan we meestal een uur, anderhalf uur op relatief lage intensiteit roeien. Moet je denken aan een hartslag net iets boven de 150 hartslagen per minuut. En houd maar lekker constant. En dan gedurende het jaar, als we nu steeds dichterbij het piekmoment komen, wordt die intensiteit opgevoerd. Gaan we meer race-specifieke dingen. Dus de duurtrainingen komen nu ook wat intensievere stukjes. Hoe groot schat je kansen in Rio? Het is een heel competitief veld. En ik ben nog een relatieve nieuwkomer in het roeien. Ik ben pas 2,5 jaar geleden begonnen. Ik ben eerst in de boot geklommen. En ik hoop dat ik in ieder geval bij de beste 6 kan zitten. Dat betekent dat ik in de A-finale mag starten. En als ik daar ben, dan kan er van alles gebeuren. Misschien eindig ik dan nog wel op podium. Wat gaan we doen? We gaan een wedstrijdje roeien. 500 meter. Nou, dus maar de helft van wat Alex dadelijk moet. Oké, ik tel af. 3, 2, 1, go! Kom op, laatste 100 meter flow. Even doorzetten. Michelle 150. Laat het 100 meter. Kom maar, man! Oh, 2-0-1. Holy shit. Ik voel in principe alles in mijn lichaam nu. Ik ook. Dus ik kan me wel voorstellen dat dit een prima alternatieve training is. Als je kijkt naar de